Nou, de laatste tijd zijn er steeds meer manieren bijgekomen om verhalen te vertellen. Denk aan het gebruik van augmented reality of recommendation technologie, het gebruik van webvideo. De vraag is natuurlijk, hoe zet je dat nu op een beetje spannende en interessante manier in? Nou, het is belangrijk dat we daarover van gedachten wisselen met collega's die eigenlijk zich voor dezelfde vraag gesteld zien. Mediaconcurrentie is al lang geen nationale zaak meer. Nederlandse bedrijven moeten echt samenwerken om een vuist te maken. En talentontwikkeling lijkt mij een mooi domein daarvoor. De mediasector is in transitie, die ook nog eens versnelt. Dat maakt dat vrijwel iedereen bezig is met zijn businessmodel of met nieuwe technologie of talenten. Er zijn nieuwe perspectieven nodig. Media Perspectives investeert in deze perspectieven en vertaalt die door naar tools gericht op nieuwe businessmodellen, technologieën en talent development programma's. In feite is onze oriëntatie gericht op een aantal T's. De T van toekomst natuurlijk en een sector in transitie. Die biedt met al die grote thema's heel veel uitdagingen. En daar hebben we een aantal tools voor. En die tools die gaan natuurlijk zorgen dat onze Nederlandse mediasector nog meer gaat bloeien. En dat we dat doen met T-shaped professionals.